Goedendag allemaal. Het is vandaag maandag 20 december 2021. En wij werden vannacht wakker. Weet je waarvan? Dit ding. De batterij is namelijk leeg. En als de batterijen leeg zijn, dan gaat een koolmonoxide melder, die gaat heel hard piepen. Het is een soort rookmelder, maar dan voor koolmonoxide. Het is heel belangrijk om er één in huis te hebben. En ik wil jullie op het hart drukken allemaal. Zorg dat je een koolmonoxide melder in huis hebt. Ik heb van de week nog verteld in klas 3 over Willem Barends. Willem Barends zat met zijn mannen in het behouden huis. En ze hadden de schoorsteen dichtgemaakt omdat het echt heel koud was. Min 40 of zo. En om de sneeuwstorm buiten te houden hadden ze de schoorsteen dichtgemaakt. En na een tijdje werd iedereen een beetje drowsy en een beetje misselijk. En verder viel iedereen gewoon in slaap. Opmerkende matroos zei, jongens, dit gaat niet goed. Die heeft de deuren opengezet en de schoorsteen opengemaakt en zo verse lucht binnengebracht, waardoor iedereen weer bijkwam. Maar koolmonoxide is tot de dag van vandaag een killer. En het is dus maar beter om een nieuwe batterij in te gaan doen, voor mij. We hebben hem in de ruimte waar ook de verwarmingsketel staat. Maar we werden vannacht gewekt door het gepiep. En als dus in het echt iets gebeurd zou zijn met de verwarmingsketel, dan waren we wakker geworden en hadden we het huis uit kunnen gaan. En als je dat niet hebt, dan is het dus een sluipmoordenaar en dan ben je hartstikke dood. Dus ik wil iedereen op het hart drukken, neem een koolmonoxide melder in huis. Zorg dat de batterijen één keer per jaar worden opgeladen. En de tip die ik heb gekregen van mijn BHV-cursus is om ieder jaar als je de klok vooruit moet zetten, dus vast moment of in april of in oktober, dat je dat moment gebruikt als geheugensteuntje. We checken alle batterijen van de rookmelders en de CO2-melders. Dat is mijn tip voor vandaag. Blijf fris, blijf helder en zorg dat je... hier zit een rijmpje in. Blijf fris, blijf helder, neem een koolmonoxide-melder. Kijk, nou. Dat is de tip voor vandaag. Oké, dag!